het interview dat jij zei dat er bij jou niks komt aanwaaien. Maar vandaag... Hoi, ik ben Emily. En de komende paar weken neem ik jou samen met mijn vroemie mee naar bekende artiesten om iets goeds te doen voor een ander. Maar wat we gaan doen, dat vertel ik nog niet. Dit is Sterren met een Missie. Vandaag ga ik met Jeffrey Kuipers op pad. Je weet wel, die man van echte ware liefde die bestaat. Heerlijk. Goedemorgen. Dat vind ik zo leuk. Dat is leuk. We houden behoorlijk wat mensen op. Wat ruik je lekker? Dat is een meid schilderij. Nee, jij trouwens. Ja. De diva zo'n tour. Ja, het ziet er goed uit. Nou, jij? Heb je wat aan jezelf laten sleutelen of zo? Heb jij iets aan jezelf laten doen? Sst, secret. Zou je straks even het nummer van de dokter geven? Goed zo. Nou, ik hoop dat het iets binnen is, want het is vreselijk weer. Je bent een Sonja-houder. Ja joh, ja. Ja, ik dacht, ik heb een paar keer gedacht, als ik Sonja wakker voor de auto krijg, dan gaat ze eraan. Maar, Je had er eigenlijk al opgegeten. En jou natuurlijk ook de vraag, wat hoop je dat we absoluut niet... Ja, iets waar ik heel vies van word. Dat hoop ik niet. En ik hoop dat we gewoon lol hebben. Maar doe je eigenlijk nog iets in het kappersvak? Nee, gelukkig niet. Hoezo gelukkig? Nou, ik heb 14 jaar met veel liefde gedaan, alles gegeven wat ik had en nou, tijd voor nieuwe dingen. En je mannetje, is hij daar ook klaar mee? Want jullie hebben elkaar leren kennen op de kapperschool, hè? Ja, ik kwam binnen op de kapperschool en toen zag ik mijn man en toen, nou, het was net alsof ik door de bliksem getroffen werd. Hij is ook wel echt leuk hoor. Ja. Wat is dit? Goois natuurreservaat. Gaan we dieren, oh, we gaan toch niet mee in een andere dieren. Oh god, een boswachter erbij. Hallo. Hallo. Hallo, Jaap Kuipers. Jaap. Hallo. We komen je helpen vandaag. Ik vind het moedig. Nee, maar hartstikke goed. We gaan hier op de natuurbrug Laarderhoofd aan de gang. Ja, dit is wel helemaal back to basic even. Dit is wel lekker, ja. Je ziet aan de linkerkant allemaal wat brem staan en wat bomen en struiken. Ja. Nou, dat is prima. He, dat houden we ook zo. Maar dit stuk, dat willen we open houden, want dat is vooral de heidevegetatie en dat is voor soorten die van warmte en van zon houden. Ja, Philip is hier coördinator van deze groep. Ja, ja, ik mag mezelf teamcoördinator noemen. Daar moet je niet al te veel bij voorstellen. Ik moet er uren eerder beheren om koffie voor de dames en heren te verzorgen en straks de rotzooi op te ruimen. Echt waar? Nou, koffie hebben we nog niet gehad hoor. Nee, dat mag wel even op, Jeffrey. Echt? Ja, om 10 uur drinken we koffie. Dus nou ja, we hebben niet meer. Wat we hier kunnen doen is, eigenlijk alle dennetjes die je hier ziet, kunnen eruit. Die kunnen in die mand of in die zak gegooid worden. Ja, op zich, op zich hou ik wel van bezig zijn in de natuur, maar... Ja, wacht. Wat je zegt, wat je vindt, even doen met wat je wordt geleerd als kind. Hoe goed, je woont en waar vandaan. Ik ben nou al kapot. Dat je het thuis ook kan doen, hè? Oh, ja, hartstikke leuk. Maar ik heb thuis geen dennenbomen en ook geen wildwissel. Nee, ik heb 2 jaar echt diep in de natuur gewoond. In een huisje in het bos. Dat lijkt me zo leuk, maar ook wel weer een beetje eng. Nou, ik heb de natuur wel leren respecteren. Nou, weet je, dan zie je gewoon hele andere dingen. Zoals? Reeën in de tuin, vossen, dassen. Ja, 's nachts. Nee, gewoon overdag ook. Ja, doe maar. Lager. Kijk. Wat? Zo. Ja. Zo, dat is mijn voetbuin hoor. Jij hijgt ook helemaal niet. Wat zeg je? Jij hijgt ook helemaal niet. Oh, echt wel hoor. Gaat fantastisch. Fantastisch. Ja, en eigenlijk als je zo kijkt, dan gaat het nog heel snel, hè? Ja, nu zijn ze met z'n tweeën. De rest van de vrijwilligers die zijn vanwege het weer vertrokken. Maar ja, het moet leuk blijven, ja. Maar ook minder aantrekkelijk om nu aan de gang te gaan. Harde wind, regen. Maar het gaat goed. Volgens mij hebben jullie, toen jullie dit bedacht hebben op de redactie, gewoon gezegd... Laten we dit maar voor Jeffrey Kuipers doen. Jeffrey, is dat achter? Hey, het houdt op met regen. Heerlijk. Zo fijn. Ja, okay. Zalig. Nou, we hadden ook vaak reën in de tuin. En dan zag je dus dat gewoon hele kleine kuiltjes sliepen. Ja, ja, ja.
Ja, maar het is grappig dat je dat zegt, want dat weten niet veel mensen. Nee. Dat die inderdaad in zo'n laag kuiltje liggen. Ja. Ja. Had ik niet achter jou gezocht. Wat? Gewoon dat je echt zo'n natuurmens zou zijn. Trekken! Ah. Wacht, bijna. Kijk uit, mijn voet! Ja! Ik kan een boompje, maar die krijg je niet uit. Dat leven doet niet zoveel hoor. Ik ben eigenlijk de enige die echt wat doet. Nee joh! Ze staat nu een beetje met de haren. We staan bijna kiet. Hè? We staan bijna kiet. Dat laat me niet gebeuren. Nu voel ik me wel echt vies. Nee, dat hoeft toch niet, schat? Hier. Vang! Vang! Ah, deze staat je leuk, die is met zand. Huppee. Ik hoorde tijdens een interview dat jij zei dat er bij jou niks komt aanwaaien. Maar vandaag. Oh. Ja. Ik was in de koffie. Ik ook. Gaat het nog, lieverd? Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar mee nu. Ja, ik ook. Ik wil naar een warme kachel. Koffie. Chocomel. Oh nee, ik ben op dieet. Koffie. Dat is mijn buitenman genoegen. Mij ook. Ondanks al een nattigheid. Ja, inderdaad, behoorlijke nattigheid. Hier is in ieder geval iets tegen de nattigheid. Echt? Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dankjewel ook. Dankjewel. En ik heb Lars een beetje in je binnen. Echt waar? Ja. Oh, dat vind ik leuk. Ik ben dol op cadeautjes. Ja. Ik ben binnen zo. Nou, ik heb ooit een binoculair gehad met zo'n vogelboekje. Dat was ook toen ik bos woonde. Dus ik ben al. Okay, de vlinders vind ik ook heel mooi. Nou ja. Kun je nog even nazoeken. Super, hartstikke ook. Leuk. De zit hij er ook in. Hartstikke leuk. Hartstikke en volgens fijn. Mij heb ik er nog meer. Dus de filmploeg die kan ook nog wat. Nou, super. Nou jongens, jullie krijgen ook allemaal een goede. Dankjewel. Dat is een mooie. Fijn dat mooie jullie zo goed inzetten voor een goed doel. Dankjewel, dat is leuk. Graag gedaan. Ja, toch? Dank je. Dankjewel.